Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond volledig in het teken staat van onopgeloste misdrijven. Zoals het nooit geïdentificeerde lijk van Lottum. Ondanks intensief recherchewerk weet men nog altijd niet wie deze in 1996 vermoorde jonge vrouw is. En ze kreeg uiteindelijk dan ook een grafsteen zonder naam. We weten niet wie haar ouders zijn, wie haar vrienden en kennissen. Vanmorgen willen we met elkaar het leven van deze vrouw bedenken, zoals we dat gewoon zijn in de samenleving van Lotte en Grubbe Vorst. Straks meer over deze onbekende vrouw en het gruwelijk lot dat haar trof. Dan ook aandacht voor een aantal andere ongeïdentificeerde lijken of lijkdelen. Maar nu eerst onze rubriek Signalement met de mysterieuze moord op de 19-jarige Tanja Thijssen uit Heerlen. En enkele gestolen voorwerpen die financieel en soms ook emotioneel van grote waarde zijn. In onze opsporingsrubriek Signalement ging het tot dusver alleen om mensen. Getuigen, slachtoffers, verdachten of daders. Maar voortaan kunt u ons ook inschakelen voor kostbare voorwerpen. Gevonden of gestolen. En uiteraard met als doel ze bij de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. Vanavond gaat het om de volgende 5 zaken. Uit een loods in Amsterdam werd begin vorig jaar deze topografische kaart uit 1609 gestolen. Het zwart-witte doek vertegenwoordigt een waarde van 45.000 gulden en is een afbeelding van de Nederlandse provincies in de vorm van een zittende leeuw. De kaart heeft de volgende kenmerken. Op de achterzijde zit dun, wit, zogeheten Japans papier. De kaart is opvallend schoon door een recente restauratie. Verder heeft de kaart een gerafelde onderkant. Het best zichtbaar als de kaart tegen het licht wordt gehouden. Er is een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip. In oktober 1998 werden uit een tuin een groene kan deze 3 kostbare loodzware beelden buitgemaakt met een gezamenlijke waarde van 30.000 gulden. Een maand later werd uit een aanhangwagen op een binnenplaats in Maastricht deze unieke mondgeblazen glazen schildpad gestolen. De waarde bedraagt 8.000 gulden. Uit een woning in Amsterdam werden op 3 december deze gouden oorbellen ter waarde van 10.000 gulden gestolen. De in opdracht gemaakte sieraden zijn uniek. Op kerstavond werd uit een woning in Sassenheim een uitgebreide collectie van ruim 5000 zogenoemde Magic Cards, een populair internationaal kaartspel, ontvreemd. Daaronder 292 kaarten uit een unieke proefdruk, met name herkenbaar aan de afgeronde hoeken. De proefdruk alleen heeft een waarde van ongeveer 10.000 gulden. Ja, en als u iets weet over de topografische kaart, de beelden, de schildpad, de oorbellen of de magic cards, meld u dat dan bij de politie of schrijft u het aan mij, desnoods anoniem. Onze adres is postbus 30400 1202 Nico Hendrik in Hilversum. En bedenk, ook al zijn het maar voorwerpen, voor de eigenaren zijn ze van grote betekenis. Dan nu de mysterieuze moord op Tanja Thijssen. De recherche in Heerlen heeft na bijna 4 weken intensief speurwerk nog geen idee wie vorige maand het 19-jarige meisje om het leven heeft gebracht. Kende ze haar moordenaar of werd ze het slachtoffer van een volkomen onbekende? Het rechercheteam hoopt op nieuwe aanwijzingen. Van u. Op maandagochtend 22 februari om 9 uur werd hier in de berm van de Koeresbergweg in Heerlen het lichaam gevonden van de 19-jarige Tanja Thijssen. Het meisje bleek te zijn vermoord. De politie vond een paar kilometer verderop kleding, waarschijnlijk afkomstig van het slachtoffer. Tanja's sociale leven speelde zich vooral af in en rond Heerlen
waar ze een bekende verschijning was in het uitgaanscircuit. Ze is voor het laatst gezien toen ze zondag 21 februari omstreeks 7 uur 's avonds liep over de Heerlerbaan in Heerlen, niet ver van de plek waar ze dood is gevonden. Bijna 4 weken na haar dood tast de recherche volledig in het duister en is nog altijd op zoek naar getuigen die Tanja na zondag 21 februari na 7 uur nog hebben gezien. Verder zoekt de recherche nu naar mogelijke nieuwe aanknopingspunten buiten de regio. De politie wil daarom in contact komen met mensen die Tanja kende en die zich nog niet hebben gemeld bij de politie. Als u Tanja heeft gekend of andere mogelijk belangrijke informatie heeft voor de recherche, belt u dan met de politie Limburg-Zuid. Telefoonnummer 045-400-3901. Ik herhaal 045-400-3901. Na de reclame blijven we in Limburg, maar dan voor een oudere, eveneens onopgeloste moordzaak. Met als belangrijkste vraag: wie is deze in 1996 vermoorde vrouw? U ziet dan een uitgebreide reportage over wat de recherche allemaal heeft gedaan om deze vraag beantwoord te krijgen. En dat is heel wat. Tot zometeen. Toen dronken zij een kopje thee en opa Pluis deed mee. Er is een Nijntje-spaaractie bij Pickwick. Spaart u mee? Haal Pickwick-thee in huis en knip Nijntje-zegels thuis. U spaart alleen met Pickwick voor geschenken van Nijntje Pluis. Het Pickwick-theeglas met Nijntje krijgt u voor maar €3,90 en 2 actiezegels in de DE-geschenkenwinkel. Surprise. Dag, Moppie. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk dat je dat gedaan hebt. Stop. Diëten werken niet. Geen drankjes, poeders, operaties of medicamenten meer. Geen angst meer voor de spiegel, de weegschaal of uw favoriete kleding. Telcel introduceert Premier Reduce Fat Fast. De revolutionaire natuurlijke vetverbrander. Eindelijk heeft u de mogelijkheid zoveel pondjes kwijt te raken als u wilt. En ze blijven weg. Het is zo eenvoudig als 1, 2, 3. De unieke combinatie van Premier Reduce Fat Fast verbetert op een natuurlijke wijze uw stofwisseling en helpt uw vet te verbranden. In plaats van uw calorieën te verminderen, stimuleert Premier Reduce Fat Fast op natuurlijke wijze de stofwisseling en helpt uw hongergevoel te beheersen. Vele tienduizenden tevreden mensen gingen u voor. Schaadt uw gezondheid en uw zelfvertrouwen niet langer met ouderwetse producten. Geen last meer van het yo-yo-effect. Geen kleren meer die niet meer passen. Geen gevechten meer tegen voedsel. Premier Reduce Fat Fast is werkelijk de beste natuurlijke vetverbrander die direct werkt. Premier Reduce Fat Fast is een unieke combinatie van de beste natuurlijke ingrediënten en geeft uw stofwisseling een echte opkikker. Onderdrukt het eventuele hongergevoel en geeft u energie en dat zonder nadelige neveneffecten zoals bij andere afslankmiddelen. Premier Reduce Fat Fast is zo effectief dat u binnen enkele dagen resultaat bemerkt. Het enige wat u hoeft te doen is het volgende. Neem 1 tablet in met 2 glazen water 15 tot 30 minuten voor iedere maaltijd. U hoeft niet harder te gaan sporten of uw dieet aan te passen. Nu kunt ook u dat figuur krijgen waar u van droomt. Geen gevecht meer om gewicht te verliezen. Bel nu 0900 9392 en bestel Premier Reduce Fat Fast, voldoende voor 1 maand voor slechts €79. Als u nu bestelt, vraag dan naar de speciale korting op de tweede verpakking van 90 tabletten. Bel nu 0900 9392. Ze droeg een spijkerbroek van het merk Anvil, had een BH aan van het merk Kostar. Ze droeg 2 goudkleurige ringetjes in haar oor
en had opmerkelijke littekens op haar benen. Kortom, de Limburgse recherche had ogenschijnlijk herkenningspunten genoeg toen ze deze vrouw in de zomer van 1996 in de bosrand bij Lottem vermoord aantroffen. Maar het liep allemaal heel anders. En tot op de dag van vandaag weet niemand wie de vermoorde vrouw is, die inmiddels bekend staat als het lijk van Lottem. Het is dinsdag 4 juni 1996. Twee gemeentewerkers zijn in de bossen van het Limburgse Lottem, zo'n 15 kilometer boven Venlo, vlak bij de Duitse grens, bezig met het verwijderen van zwerfvuil. Als het tweetal rond 12 uur 's middags een kleine pauze houdt, ziet een van de mannen vanuit een busje iets in het bos liggen. Als ze gaan kijken, krijgen ze de schrik van hun leven. In het bos ligt het ontzielde lichaam van een jonge vrouw. Een van hen waarschuwt direct de politie, die onmiddellijk na aankomst de omgeving afzet. De technische recherche begint een minutieus onderzoek op de plaats waar de vrouw is gevonden. Het wordt de rechercheurs direct duidelijk dat de vrouw door geweld om het leven is gebracht. Bij het stoffelijk overschot worden geen papieren, zoals een rijbewijs of paspoort, gevonden die haar identiteit prijsgeven. De regiopolitie Limburg-Noord stelt een onderzoeksteam samen dat als naam het Rozenteam meekrijgt, omdat Lottem bekend staat om het kweken van deze bloem. Het lichaam van de vrouw wordt voor sectie overgebracht naar het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk. Hier komt de politie het volgende te weten over het slachtoffer. Als de arts de botstructuur van het bekken onderzoekt, komt daar voren dat de vrouw 20 of 21 jaar moet zijn geweest toen ze om het leven werd gebracht. Verder heeft de vrouw een lengte van 1,60 meter. Het haar van het slachtoffer is mahoniekleurig geverfd, maar de vrouw is vermoedelijk donkerblond van nature. Het slachtoffer heeft blauwe ogen en een gaaf gebit. Dit is gaaf, geen bijzonderheden. Verder valt op dat de vrouw zeer goed verzorgde handen heeft met geveilde nagels. De schouwarts treft bovendien specifieke littekens op haar benen aan. De vorm en plaats van deze littekens duiden erop dat het slachtoffer in het verleden bij een operatie stalen pinnen in haar benen heeft gehad. Wie is deze vrouw? Die toen ze vermoord in het bos werd gevonden, gekleed was in een trui met lange mouwen en een blauwe spijkerbroek met op de knoop het opschrift Anvil. Het slachtoffer droeg verder een witte BH van het merk Kostar en ze droeg zwarte schoenen met metaalkleurige nopjes. Als sieraden droeg ze twee goudkleurige ringen en een paar oorbellen met een diameter van zo'n 3 centimeter. John Dekker is de leider van het Rozenteam dat zich al bijna 3 jaar bezighoudt met deze moordzaak. Samen met Peter,
bezocht hij de vindplaats van het slachtoffer. Dus hier in dit perceel is ze gevonden? Ja. Had de dader nou iets gedaan om dat lichaam te camoufleren, te begraven, te bedekken? Nee, helemaal niks. Het lag er gewoon tussen het groen, was helemaal niks mee gedaan. Je kan dus zeggen dat het er echt gedumpt is? Ja, in elk geval is het daar neergelegd. En wat er daarna verder mee gebeurd is, dat is zeg maar ook allemaal een gedeelte van ons onderzoek, wat we dus ook zo willen houden. Stel nou dat je met zo'n lichaam uit Duitsland komt. Is dit dan een voor de hand liggende plek om het neer te leggen? Ja, de weg die daar grens loopt, dat is de Horsterdijk, de derde afslag, als je zeg maar de A73 opmeidt. Dus dat is best een hele logische weg. Het is een redelijk onbewoond gebied hier in Lottum. Het is echt een landelijke omgeving. Dus het is eigenlijk nog met een beetje geluk gevonden, het stoffelijk overschot. Het had wel langer kunnen duren. Het had natuurlijk langer kunnen duren. Maar het is in elk geval zo, dus dat hier regelmatig mensen wandelen. En aan die kant is dus een aspergesveld. En in die tijd werd er ook asperges gestoken. Er werkten ook mensen. En dus gaat het rechercheteam bij alle bedrijven en boerderijen langs die in de wijde omtrek gevestigd zijn. Overal vragen de rechercheurs of iemand het slachtoffer kent of dat iemand iets is opgevallen in de afgelopen dagen. Maar niemand kent de jonge vrouw of heeft iets opmerkelijks gezien. En ook de seizoenarbeiders die in deze dagen waren ingehuurd voor het aspergesteken worden stuk voor stuk gehoord. Maar ook hier krijgen de politiemensen keer op keer hetzelfde verhaal te horen. Niemand heeft ook maar iets gezien. Tegelijkertijd wordt gekeken of de vingerafdrukken van het slachtoffer in Nederland geregistreerd staan in het zogeheten Hafang-systeem. Hierin staan alle afdrukken van de mensen die ooit met justitie in aanraking zijn geweest. Maar de vermoorde vrouw komt in dit register niet voor. Een aantal leden van het onderzoeksteam reist af naar Duitsland en België om bij de buitenlandse collega's de vingerafdrukken te checken. Maar ook hier staat het onbekende slachtoffer niet in de computers. Ondertussen lijkt de zoektocht naar de dader wel succes op te leveren. We hebben in de tussentijd één keer een aanhouding verricht, omdat we een aanwijzing hadden gekregen dat er in een bepaalde gelegenheid een meisje mogelijk vermoord zou zijn. En die mensen hebben gearresteerd in verband met dat feit. En na 3 dagen hebben ze in vrijheid gesteld, omdat gebleken is dat ze dus punt 1 met onze moord niks te maken hebben. En dat betreffende meisje waar sprake van was, die leefde nog 2 dagen nadat wij dus het stoffelijk overschot hadden gevonden. Dus die hadden er helemaal niks mee te maken. Weer op doodspoor. Weer op doodspoor, ja. Ook informeert het Roze Team bij andere korpsen. Zoals via dit bericht in het politieblad. Maar ook daar komen geen bruikbare tips op binnen. En dus blijven er voor de rechercheurs niet veel andere sporen meer over die tot identificatie van de vrouw kunnen leiden. De laatste hoop is gevestigd op de sieraden en de kleding die de vrouw droeg. En op de specifieke littekens die door het gerechtelijk laboratorium zijn geanalyseerd. Door de aard van de aangetroffen littekens vermoeden de artsen dat de vrouw maximaal 5 jaar geleden, hoogstwaarschijnlijk bij een ernstig auto-ongeluk, betrokken is geweest. De rechercheurs besluiten daarom de Stichting Informatievoorziening Gezondheidszorg in Utrecht te raadplegen. Daar worden talloze gegevens over letsels en behandelingen in de computer bijgehouden. Maar ook bij deze stichting staat het slachtoffer niet vermeld. De oorbellen die de vrouw droeg zijn zo algemeen dat zoeken naar de herkomst ervan geen enkele zin heeft. Maar de siering biedt meer aan vast. Deze is volgens een aantal deskundigen van Italiaanse makelij. En dus zet het team een advertentie in een Italiaans vakblad. Maar helaas, geen enkele reactie. Het speurwerk naar de herkomst van de andere ring lijkt wel zoden aan de dijk te zetten.
de leden van het Rozenteam raadplegen een aantal merkenbureaus. Hierdoor wordt al vrij snel duidelijk dat deze ring in Duitsland moet zijn gemaakt. Een van de rechercheurs informeert bij de brancheorganisatie. En na intensief speurwerk komt een juwelier in het plaatsje Pforzheim boven water die deze ring zou hebben gemaakt. Hij kan zich inderdaad herinneren dat hij dit soort ringetjes heeft ontworpen en heeft geleverd aan 17 verschillende zaken. Ja, daar komt me zeer bekend voor. Die heb je zelfs gemaakt. En ook daar gaan een aantal leden van het Rozenteam langs. Het was jammer genoeg een ring van ongeveer 120 mark. En in de betreffende winkels werd geen registratie bijgehouden en wie die ringen zijn verkocht. We hebben allemaal die winkeliers de foto's getoond van het slachtoffer. En ook dat heeft niet tot enige erkenning geleid. Ook met de blauwe spijkerbroek die het slachtoffer droeg, komt de politie al snel in Duitsland terecht. Een merk Anvil die werd verkocht in winkels zoals de Pennymarkt en Horten. Hele grote bedrijven in Duitsland. En daar kom je ook niet meer verder in dat soort winkels. Want die liggen daar bij wijze van spreken in hele grote manden. Waar geen verkoopsters zijn die bijhouden en wie dat die kledingstukken verkocht zijn. Dus daar zijn we ook niet mee verder gekomen. Zelfs de herkomst van de witte BH van de jonge vrouw weten de regisseurs vrij nauwkeurig te achterhalen. Meer dan 1000 kilometer verderop. Bij de BH daar hebben we dus een bericht gekregen van een mevrouw die een dergelijke BH met dat merk gekocht had op een markt in Polen. Daar hebben we zelfs aan onze liaison gevraagd om op die markt te gaan zoeken bij die betreffende stand. Die heeft die stand niet gevonden. Maar gezien deze mededeling en ook een aantal andere zaken hebben we toch het idee dat die BH uit de doosblok kwam. Is het niet merkwaardig dat vandaag de dag met open grenzen, met snelle communicatiemiddelen, vingerafdrukken, foto's, dat toch de identiteit van zo'n slachtoffer niet wordt vastgesteld? Nou, ik moet zeggen, ik denk dat ik zeker durf te stellen dat ze in West-Europa niet vermist wordt. Maar ik ben bang dat in het Oostblok, en dan heb ik zelf altijd het voorbeeld aangehaald, stel voor dat achteraan iemand in de Sovjet-Unie, een of andere veldwachter of hoe je dat maar noemen mag, weet dat daar een meisje weg is, dan kan ik me voorstellen dat onze Interpol-kanalen die man niet bereiken. Maar wat ik al zei, in het Westen ben ik ervan overtuigd dat ze hier niet vandaan komt. Het enige dat het speurwerk heeft opgeleverd is dus het vermoeden dat de vrouw van buitenlandse afkomst is. In een uiterste poging besluiten de rechercheurs om diverse ambassades in Nederland aan te schrijven. In totaal 45 brieven gaan er de deur uit met erin alle informatie die het Rozenteam over het nog onbekende slachtoffer heeft. De meeste ambassades reageren, maar het lijkt erop of de vrouw nergens ter wereld wordt vermist. Ook op de hulp van het publiek wordt massaal een beroep gedaan. De oproep in opsporingsprogramma's in binnen- en buitenland en door een beloning van 25.000 gulden uit te loven. De recherche hoopt op de gouden tip. De politie krijgt maar liefst 150 telefoontjes binnen, maar geen van de tips leidt tot de identiteit van de nog altijd onbekende vrouw. Uw rechercheteam is op zoek geweest naar de oorsprong van sieraden, littekens, kleding. Daarbij is heel knap speurwerk geleverd. U bent ver gekomen, maar daar waar het om ging, dat is niet gelukt, hè? Het oplossen van de moord niet en het vinden van die identiteit dus ook niet. Dat is jammer genoeg niet gelukt. Dus al dat speurwerk is tot nu toe voor niks geweest. U staat nog gewoon bij af. We zijn nog steeds bij af. We weten nog steeds niet wie het is. En we weten nog steeds niet wie het gedaan heeft. Ondanks alle inspanningen zit het onderzoek dus muurvast. En kan alleen nog maar gehoopt worden op een wonder. En juist als niemand er meer op rekent, rinkelt in Venlo de telefoon. Een Haagse rechercheur zegt te weten wie de vermoorde vrouw is. Is de ontknoping dan toch dichtbij? Het gaat om de dan 24-jarige Brenda Schmelzeisen, die al sinds maart 1994 wordt vermist. Haar familie heeft er alles aan gedaan om haar terug te vinden, maar over het lot van Brenda is er nog steeds niets bekend. Tot de Haagse recherche belt naar de collega's van het Rozenteam met de volgende mededeling. Dat zij een meisje kwijt waren wat sterk leek op het slachtoffer dat wij gevonden hadden.
Met dat gegeven zijn we aan de slag gegaan. En hebben onder andere familieleden, vrienden en bekenden van het betreffende meisje uitgenodigd om naar Horst te komen. En hebben aan die familieleden en vrienden het lichaam getoond. Maar bij de identificatie van het stoffelijk overschot door de familieleden van Brenda ontstaat er in plaats van duidelijkheid juist grote twijfel. Je wil het gewoon niet geloven. Dus iets zei meteen, dat is er dus niet. Een bepaalde kenteken, maar ja, bekeek je het van de andere kant, dan zou het ook wel weer kunnen zijn. Maar je wordt zo overvallen met zulke vragen. En dat vind ik nooit meevallen. Het is allemaal emotioneel zo zwaar om daar meteen een nee of een ja op te zeggen. Er waren familieleden, de ene zei dus dat Brenda het wel was. En de andere zei, nou, die twijfelde echt. En wij wisten het eigenlijk pertinent zeker dat ze het niet was. Maar toch ben je toch bang voor het antwoord. Die onzekerheid is voor ons steeds gebleven. We hebben een heleboel zaken veel onderzocht. We zijn met het gebed bezig geweest. We hebben andere gegevens boven water gehaald van het betreffende meisje. Uiteindelijk hebben wij dus vastgesteld dat zij niet kon zijn. En gelukkig, op omstreeks 8 december dacht ik dat het was, heeft de collega van Den Haag me teruggebeld en heeft gezegd, we hebben de betreffende meisje gevonden. En toen bleek dus dat zij in elk geval niet ons slachtoffer was. Ondertussen is een half jaar eerder, op 19 juni, het onbekende lichaam in Gummenvorst, de gemeente waar Lottem onder valt, begraven. Alhoewel nog steeds zonder identiteit, krijgt het stoffelijk overschot van de vrouw een waardige uitvaart. We weten niet wie haar ouders zijn, wie haar vrienden en kennissen. Vanmorgen willen we met elkaar het leven van deze vrouw gedenken, zoals we dat gewoon zijn in de samenleving van Lottem en Gummenvorst. Alle inspanningen waren uiteindelijk te vergeefs. Er zijn duizenden manuren in de zaak gaan zitten. En toen moest u de zaak tegen wil en dank eigenlijk sluiten. Maar toen u dat net gedaan had, kwam er een telefoontje binnen van een collega uit Venray. Wat zei die? Dat klopt. We hadden het na 2 dagen ongeveer afgesloten toen ik bericht kreeg van een collega die in de nachtdienst een persoon had gearresteerd. Die zelf verklaarde dat hij een meisje vermoord had en dat hij dat dus gedropt had. Ergens in de buurt van de plek waar wij ons slachtoffer gevonden hadden. En dus worden de leden van het inmiddels ontbonden Rozenteam direct weer bij elkaar geroepen. De gedetineerde wordt aan een intensief verhoor onderworpen, maar blijft bij zijn verhaal. Hij zegt dat hij degene is die begin juni die jonge vrouw om het leven heeft gebracht en haar lichaam in de bossen van Lottem heeft achtergelaten. Gelukkig wist hij de naam van de betreffende meisje te vertellen. En hebben wij dat nagetrokken. We hadden ook een telefoonnummer van dat betreffende meisje gekregen. Het woonde in Litouwen of in de Oekraïne, dat wil ik heel even kwijt zijn. En daar hebben we met een tolk gebeld naar het betreffende telefoonnummer. En dat meisje hebben we gelukkig zelf in de telefoon gekregen. En ook vastgesteld dat zij dus niet ons slachtoffer was. En de betreffende die deze mededeling dus bij de politie heeft gedaan, die hebben we maar door de psychiater laten onderzoeken, want dat was dringend noodzakelijk. Nu, bijna 3 jaar na de vondst van het onbekende lichaam, is het Rozenteam alweer geruime tijd ontbonden. Maar toch blijft de zaak de teamleden bezighouden. Er staat geen naam op. Als jullie het nou in het rechercheteam over deze zaak hebben, hoe noemen jullie haar dan? Nou, wij hebben geen naam voor haar. En, ja, fijn, voor ons is het zo dat er niet eerder een andere naam omkomt dan haar eigen naam. Hm. En een naam voor haar hebben we niet verzonnen. Hm. Is het nou niet heel frustrerend dat je er niet achter komt in zo'n zaak, terwijl je aan de ene kant zoveel weet, maar aan de andere kant iets heel elementairs als de naam van iemand niet kan achterhalen? Nou, dat is het eerste wat ons frustreert, dus dat we niet weten wie het is. Het tweede wat we ook heel verschrikkelijk vinden is dat er ergens in de wereld een ouderpaar rondloopt die dus haar dochter of hun dochter missen en nog steeds niet weten wat een meisje is. Nou, voor ons als politie is het natuurlijk zo, het is een onopgeloste zaak. En de moordzaak, dat is in elk geval frustrerend. Dus dat knaagt wel? Dat knaagt. Niet alleen aan mij, maar ook in het hele team waar ik mee gewerkt heb. Dat is nog steeds zo. Het knagende gevoel van recherchechef John Dekker en zijn mannen. Hij is hier ook in de studio en we praten nog eventjes met hem verder. Dag meneer Dekker. Goedenavond. U heeft bergenwerk verzet, dat is niet te veel gezegd.
Dat had u niet gedacht toen het lijk werd aangetroffen, hè? Nee. Normaal gesproken met deze gegevens hadden we toch gehoopt veel sneller resultaten kunnen bereiken. En elk geval uit te kunnen vinden wat de identiteit was. Heeft dat nog problemen opgeleverd bij andere zaken bijvoorbeeld, doordat u daar geen tijd meer voor had? Nou, het is natuurlijk zo dat een moordzaak verschrikkelijk veel personeel vergt om een onderzoek te doen. En dat frustreert altijd al het andere wat er in de organisatie gebeurt. Dus het mes snijdt aan twee kanten eigenlijk. Hoe bedoel je? Nou, aan de ene kant de zaak niet opgelost en aan de andere kant aan bepaalde zaken niet kunnen beginnen door tijdgebrek. Zeker. Je laat andere zaken liggen. Je bent met toch een team van de mannen 15 een hele tijd bezig. Nou, je kunt je voorstellen wat dat op een totale korpssterkte van 1000 mensen van de politie Limburg nooit betekent. Ja, dat is heel wat. Er zijn een aantal dingen die bekend zijn. Maar als goed rechercheur heeft u natuurlijk toch ook wel wat puntjes achter de hand gehouden, of niet? Tuurlijk. We hebben een aantal zaken die zijn alleen maar bij de dader bekend. Of eigenlijk wordt iemand die van de dader gehoord heeft. En dat zijn zaken die brengen we niet naar buiten toe. We kunnen stellen dat het meisje op een gruwelijke wijze is vermoord. Maar hoe het is vermoord, dat zijn zaken die moeten we voor ons houden. En dat is ook hard nodig, blijkt wel uit deze zaak. Want er was sprake van een valse bekentenis, hè? Ja, maar als je die gegevens dus niet achterhoudt, dan kun je deze mensen dus ook niet op andere gedachten brengen. Nee. Is het te veel gezegd als ik beweer dat als de identiteit van dit slachtoffer niet wordt vastgesteld, dat dan ook de dader nooit gepakt zal worden? Nou, nooit gepakt zou misschien te veel zijn, maar het is in elk geval zo dat de eerste prioriteit die wij hadden is het vaststellen van de identiteit. Dan heb je in elk geval een gegeven waar je mee kunt beginnen. En zolang als we die identiteit niet hebben, denk ik dus dat we de zaak niet oplossen. Nee. Alles wijst erop dat het slachtoffer waarschijnlijk uit Duitsland of in ieder geval Oost-Europa afkomstig is. Wat kan nou de Nederlandse kijker nog bijdragen? Waar hoopt u op? Want er is een kans dat ze gewoon vanuit Duitsland over de grens hier is neergelegd. Dat is niet uitgesloten. Wat we al eerder gezegd hebben, dat is zo dus dat in die omgeving ook gastarbeiders gewerkt hebben. Het is niet uitgesloten dus dat ze ook in die kringen verkeerd heeft. Dus dan heeft ze een tijd lang in elk geval in Limburg of omgeving gezeten. Ze kan hier op andere plaatsen gewerkt hebben. Het is niet uitgesloten dus dat ze in de prostitutiewereld heeft gezet en mogelijk kent iemand haar uit die wereld. En dat kan dan ook weer in de Limburgse of elders in Nederland zijn geweest. Dus om die reden vinden we dus dat we nog steeds ook in Nederland onze aandacht daarop moeten richten. Omdat ze uit Duitsland kan komen hebben wij de afgelopen week contact met onze collega's in Duitsland opgenomen. En die zijn bereid een samengevatte versie van onze reportage uit te zenden in het opsporingsprogramma Fahndungsakte. Is dat iets waar u blij mee bent, wat hulp van hulp kan zijn? Nou ja, net zo blij als dat we dus met dit gegeven zijn dat jullie het weer onder de aandacht willen brengen, zijn we ook blij met het gegeven dus dat het in Duitsland onder de aandacht wordt gebracht. Want ook voor ons is het natuurlijk een gegeven dat veel zaken die ze bij zich had, dat die uit Duitsland stammen. En mogelijk dus dat daar mensen nog iets daarvan weten. We zijn blij met alle hulp die we krijgen kunnen in deze zaak. Goed. Bedankt tot zover. Zometeen praten we nog even verder. Okay. Nou, mocht u iets weten over deze onbekende vrouw, wie ze was, waar ze woonde of andere informatie over haar, belt u dan de recherche Limburg Noord. Telefoonnummer 077 35 55 350. Ik herhaal nog even 077 35 55 350. En u weet het, het kleinste detail kan de grootste doorbraak in zo'n zaak betekenen. Goed. Tot zover dit ongeïdentificeerde lijk. Na de reclame enkele andere, soms heel bizarre zaken. Zoals de zogenaamde puzzelmoord en de romp van Oostvoorne. Tot zometeen. Uw toekomst presenteert spaartraject van Nationale Nederlanden. Als u nu spaartraject afsluit, ontvangt u over 20 jaar bijvoorbeeld ruim 200.000 gulden. En dat is belastingvrij en vrij te besteden. Spaartraject is een spaarverzekering op basis van beleggingen. U legt maandelijks een bedrag in van 50, 100 of 150 gulden. Uw inleg wordt veilig belegd in het NN Nederland Fonds. Een fonds van solide, beursgenoteerde aandelen zoals Koninklijke Olie, Unilever, Philips. Het NN Nederland Fonds behaalde over de afgelopen 20 jaar een rendement van maar liefst 18,4% per jaar. Dus als u nu per maand 150 gulden spaart, kunt u over 20 jaar een bedrag ontvangen van bijvoorbeeld 213.896 gulden. Korter sparen mag natuurlijk ook.
Over uw eindkapitaal betaalt u geen cent belasting en u mag met uw geld doen wat u wilt. En u wordt voor spaartraject gegarandeerd altijd geaccepteerd. Wilt u uw spaargeld veilig laten groeien tot een hoog eindkapitaal? Kies dan voor spaartraject. Bel nu gratis 0800 0408. Dan hoort u tot welk hoog eindkapitaal uw inleg kan uitgroeien. U kunt spaartraject meteen afsluiten. U krijgt de polis 15 dagen ter inzage, dat verplicht u tot niets. Bel nu dus gratis 0800 0408 voor een hoog eindkapitaal met spaartraject van Nationale Nederlanden. 0800 0408. Woensdag live Zwolle tegen Ajax. Roelofsen! De kwartfinale strijd om de Amstel Cup. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen Feyenoord. Zwolle Ajax. Woensdag live om 7:45 bij SBS6. Stop de kwelling en frustratie van het traditioneel ontharen. Het haar groeit altijd terug. Maar nu kunt u het ongewenste haar op een wel heel makkelijke manier verwijderen. TV Select introduceert Total Perfection. Het nieuwe revolutionaire systeem dat lastige haartjes pijnloos verwijdert. Deze technologische doorbraak geeft u de mogelijkheid om thuis van uw ongewenste haargroei af te komen. Harsen is rommelig en irriteert de huid. Epileren is pijnlijk en moet steeds weer. Total Perfection is eenvoudig en pijnloos. Total Perfection is dé oplossing voor lastige, hinderlijke haargroei. Met scheren verwijdert u het bovenste gedeelte van haar. Met chemische ontharingsmiddelen haalt u de haar weg tot op de huid. Met epileren en harsen verwijdert u de haar en de haarwortel, maar de haar groeit weer terug. Total Perfection zendt een volledig veilig elektrisch en pijnloos stroomstootje door het haartje en de haarwortel tot in het haarzakje waaruit het haartje groeit. Het haartje laat pijnloos los. De hele behandeling duurt slechts enkele seconden. Total Perfection is te gebruiken voor het gezicht, oksels, bikinilijn, wenkbrauwen of waar dan ook. Bel nu 0900 0299 en bestel uw eigen Total Perfection voor slechts 85 gulden. Geef niet langer honderden guldens uit aan schoonheidsspecialisten of andere apparaten. Bel nu 0900 0299. En als u nu bestelt, ontvangt u gratis een make-up spiegel met een gewone en een vergrotende zijde. Bel nu 0900 0299. In 1997 werden in Nederland 5 stoffelijke overschotten gevonden, waarbij een misdrijf in het spel was, waarvan de identiteit nog altijd niet is vastgesteld. En vorig jaar bleef er volgens een opgave van de Centrale Recherche Informatiedienst, de CRI, nog eens 8 moordslachtoffers zonder naam, omdat de politie hun identiteit niet wist te achterhalen. Ondanks het monnikenwerk dat de rechercheteams dikwijls met de kleinste spoortjes hebben verricht. We hebben enkele recente gevallen voor u op een rijtje gezet. Een reeks die begint in het najaar van 1997. 19 november 1997, 9 uur 's morgens. De politie Geldermalsen krijgt het bericht dat er een gewonde zwaan ligt in de berm langs de A15. De agenten treffen inderdaad een dode zwaan aan, maar doen ook nog een andere, zeer macabere vondst. In het gras vinden zij het hoofd van een mens. We hebben daar vervolgens een ME bij betrokken om de rest van het traject hier te onderzoeken. Mogelijkwijs dat daar dus de rest van het lichaam zou kunnen liggen. En tijdens dat zoeken werden we gewaarschuwd door Rijkswaterstaat dat 4 kilometer hiervoor iets werd aangetroffen wat ze heel vreemd vonden. En dat zijn de overige lijkdelen. Wij troffen hier aan een romp, de benen en de armen gescheiden van die romp, zonder handen en voeten. En tevens was het vel, het was van het vel ontdaan. En dat maak je niet vaak mee. Het zogeheten zwaanteam dat deze lugubere zaak onderzoekt, doet verwoede en ook zeer inventieve pogingen om achter de identiteit van het slachtoffer te komen. Zo opent het team zelfs in verschillende talen een speciale internetsite met specifieke informatie over het gebit van het slachtoffer. Maar ondanks de vele tips die hierop binnenkomen en het uitloven van een beloning van 25.000 gulden, heeft de politie de identiteit van deze zo gruwelijk omgebrachte man nog altijd niet kunnen vaststellen. Dat was eind 1997. En sindsdien werden volgens de Centrale Recherche en Informatiedienst
verschillende politiekorpsen in ons land nog eens 9 keer geconfronteerd met lijken die nog altijd niet geïdentificeerd zijn. Een heel opvallende zaak werd vorig jaar onderzocht door de recherche in Maarsen en is door de vondst van vele verschillende lichaamsdelen de puzzelmoord gaan heten. Tussen mei en oktober worden in het water tussen Amsterdam en Utrecht een hoofd, romp, buik, bil en scrotum opgevist. Lichaamsdelen die allemaal bij dezelfde man blijken te horen. Hij is eerst doodgeschoten en daarna in stukken verdeeld. Ondanks DNA-onderzoek en een duidelijke compositietekening van het slachtoffer komt er geen schot in de zak. Opvallend is dat de man geschoren oksels had, iets wat vooral voorkomt in islamitische landen. Bij de politie Amsterdam-Amsterland zijn maar liefst 3 zaken in onderzoek. In het riet van een sloot bij de Bosplaat in Noord wordt op 8 juli een dode man aangetroffen met een touw om zijn nek. Hij is door verstikking om het leven gebracht. Opvallend is deze tatoeage op zijn borst en buik. Ook droeg hij deze zilveren bewerkte ring met een blauwe saffier. Op 15 november wordt in het Flevopark in Amsterdam een dode man gevonden met messteken in de borst. Hij heeft 2 tatoeages en een herkenbare riem met de naam Sabine Jansen erin gegraveerd. Het 3e ongeïdentificeerde lijk waarnaar de hoofdstedelijke politie onderzoek doet, wordt op 3 maart ontdekt in een sloot aan de Alexander Dumas-laan in Duivendrecht. Maar daarvan is nog niets bekend. Zelfs geen signalement. En dat geldt wel voor een van de meest besproken onbekende lijken van het afgelopen jaar. De romp die op het strand bij Oostvoorne werd aangetroffen. We hebben daar al eens eerder aandacht aan besteed. Beetje bij beetje wordt steeds meer bekend over dit slachtoffer. Dit is de algemene begraafplaats van Rokanje. Op dinsdag 20 januari 1998 werd hier in het bijzijn van slechts een handjevol politiemensen een romp begraven van een man wiens identiteit nog altijd niet bekend is. De romp werd op 15 januari vorig jaar op het strand tussen Oostvoorne en Rokanje gevonden door een argeloze wandelaar. Het lijkdeel verkeerde nog in goede staat en moet volgens de politie 24 tot 36 uur voor de lugubere vondst door iemand op het strand zijn neergelegd. Technisch onderzoek heeft uitgesloten dat het lichaamsdeel is aangespoeld. Omdat hoofd, armen en benen ontbraken en er dus geen vingerafdrukken of gebitsgegevens waren, was het voor de politie een haast ondoenlijke taak om de identiteit van het lichaamsdeel te achterhalen. Tot op de dag van vandaag is dat dan ook nog niet gelukt, hoewel een aantal andere lichaamsdelen van de man inmiddels terecht is. Ongeveer een maand na het vinden van de romp zijn er op datzelfde stuk strand, in de richting van de Haringvlietsluizen in Hellevoetsluis, nog 2 delen van het vermoedelijke menselijk lichaam aangespoeld. Uit onderzoek bij het gerechtelijk laboratorium is gebleken dat dit een stuk onderbeen betrof, zonder voet, en een bovenarm. DNA-onderzoek heeft vastgesteld dat zowel de romp als deze 2 lichaamsdelen van 1 en dezelfde persoon afkomstig zijn. Om achter de identiteit van de vermoorde persoon te komen, zoekt de politie de geringste aanwijzingen tot op de bodem toe uit. Zoals ook een mogelijk verband tussen de vondst van de romp en een grafkrans die een dikke maand later, iets verderop, hier in de duinen werd aangetroffen. Op 23 februari van dit jaar besteden wij op verzoek van de politie in een extra uitzending van onze rubriek Signalement aandacht aan deze mysterieuze grafkrans. In deze korte uitzending gaat het om de volgende zaak. De politie in Spijkenisse heeft vandaag deze foto vrijgegeven van een grafkrans. Een dag na de uitzending voor de Van der Rouwkrans heeft zich iemand gemeld bij ons aan het politiebureau. Dat betrof een mevrouw die in het kader van een stukje rouwverwerking om het verlies van een dierbare de krans daar in de duinen heeft neergelegd. Wij zijn uiteraard als politie heel erg blij dat deze persoon zich bij ons gemeld heeft, zodat we kunnen uitsluiten dat rouwkrans en romp iets met elkaar te maken hebben. Hoewel de identiteit van het lijkdeel dus nog steeds niet bekend is, is de politie een jaar na dato toch een stuk verder in haar onderzoek. Waar we eerst zaten tussen globale leeftijd van een mannelijk persoon tussen de 20 en 45 jaar,
heeft het laboratorium aan de hand van botonderzoek vastgesteld dat het vermoedelijk gaat om een blanke man in de leeftijd tussen de 30 en 35 jaar. De politie is op grond van de laatste gegevens gekomen tot het volgende signalement. Het betreft dus een blanke man tussen de 30 en 35 met een lengte tussen de 1,74 meter en 1,85 meter. De man had een normaal postuur en vlak onder zijn navel een sproet- of moedervlek. Verder heeft het slachtoffer donker borsthaar en twee inwendige hechtingen bij de overgang tussen slokdarm en maag. Nou, wat wij uiteraard nog steeds heel erg nieuwsgierig naar zijn, wie mist in zijn of haar omgeving iemand die voldoet aan het opgegeven signalement? Ja, voor informatie over deze romp kunt u telefonisch terecht bij de politie Rotterdam-Rijnmond. Telefoonnummer 010 274 1115. Ik herhaal nog even 010 274 1115. Bij mij aan tafel is inmiddels ook Hans Meiboom aangeschoven van de recherche Rotterdam-Rijnmond. Dag meneer Meiboom. Goedenavond. U bent nu al meer dan een jaar bezig met het achterhalen van de identiteit van deze romp. Gaat dat ooit nog lukken of is dat een bijna heilloze taak? Nee, we blijven altijd moed houden. Anders heeft het geen zin om een onderzoek door te zetten. Ja. Die romp die lag daar op het strand. Je zou denken dat die daar dan is aangespoeld, maar dat is niet zo, hè? Nee, een aangespoeld lijk is toch al gauw te onderkennen van een lijk wat neer wordt gelegd. Daar zijn diverse kenmerken voor. En daar hebben we natuurlijk de uitstekende hulp van onze technische recherche om dat vast te stellen. Die konden daar uitsluitsel over geven. Ja. Gold dat ook voor de andere lichaamsdelen die u gevonden heeft? Nee, het stuk onderbeen en bovenarm die zijn een maand later gevonden en die zijn duidelijk aangespoeld. Dat is wel vreemd, hè? Ja, dat is voor ons ook een raadsel. Er bestaat natuurlijk een mogelijkheid dat het lichaam daar is gedropt op dat strand in de hoop dat de zee het lichaam mee zou nemen. Hmm. Het was de nacht ervoor een flinke zuidwestenstorm op de kust. Heel erg hoog water, springtij, flinke duinafslag. Dus ja, je weet niet wat zo iemand denkt op zo'n moment. Ja, aan de andere kant verwacht je dat als iemand de moeite neemt om een lichaam helemaal aan stukken te snijden, onherkenbaar te maken, kennelijk ook met als doel het de politie zo moeilijk mogelijk te maken, dat hij dan niet dat lijk pontificaal op het strand neer gaat leggen. Hè? Dat is toch raar? Ja, dat is vreemd. Maar ik weet niet hoe rationeel of irrationeel op zo'n moment zijn dader denkt. Hij pleegt een afgrijzelijk misdrijf. Iemand aan stukken snijden, dat is niet niets. Nee. Misschien wilde hij het laten verdwijnen door de zee. Ik weet het niet. Niemand weet dat op dit moment. Nee. Omdat we ook nog niet weten wie dit misdrijf gepleegd heeft, uiteraard. Nee. Sterker nog, u weet natuurlijk helemaal niet om wie het gaat. U heeft geen handen, geen vingerafdrukken, geen hoofd, geen gebit. Dat zijn toch de dingen bij uitstek om een identiteit vast te stellen. Wat weet u nou eigenlijk wel? Ja, wat weet ik wel. Het signalement zoals dat is opgegeven, via het gerechtelijk laboratorium iets verfijnd. Tevens uit diverse kenmerken gebleken. Althans, laat ik het zo stellen, we hebben een vermoeden dat de slachtoffer toch verkeerde in homoseksuele kringen. Hoe u dat heeft achterhaald, moeten we maar aan de verbeelding van de kijkers overlaten. Dat denk ik wel. Daar kan ik op dit moment ook geen nadere mededelingen over doen. Nee. We hebben net in de reportage gezien dat er elders in het land ook lijken zijn aangetroffen of lijkdelen. Afschuwelijke zaken ook. Ziet u daar overeenkomsten in? Praat u daar ook over met de teams die zaken onderzoeken? Bijvoorbeeld de Puzzelmoord of het Zwaanteam? Uiteraard. Er zijn leden van het team zijn ook op pad geweest, met name ook naar het Zwaanteam toe. Kijken wat voor onderzoekmethodes gebruiken hun. Wij hebben ook de wijsheid niet in pacht. Je steekt de koppen bij elkaar. En hoe ver kunnen we komen? Maar ook dat heeft helaas niets opgeleverd. Maar u heeft nog steeds hoop dat het er ooit van komt? Ja, we zijn nog steeds bezig met een stukje medisch onderzoek. Inmiddels 81 ziekenhuizen in Nederland aangeschreven. En ook dat vergt de nodige arbeid om alles te achterhalen. Ja. Meneer Dekker, als u dit zo hoort, alleen een romp, dat is nog heel wat moeilijker dan de zaak die u in Lottum had, hè? Zonder meer een stuk moeilijker, want je hebt helemaal geen gegevens waar je mee werken kunt. Ja. En als ik hoor wat ze al ondertussen bereikt hebben, dan hebben ze toch wel een flink stukje werk verricht om deze gegevens boven water te krijgen. Nu wordt er vaak gezegd dat bij dit soort misdrijven het vermoedelijk zal gaan om
afrekeningen in de onderwereld. En dat dat ook de oplossing zo moeilijk maakt. Maar heeft u die indruk ook bij het lijk in Lottum? Of moet je dat meer zoeken, denkt u, in de relationele sfeer? Ja, je weet het natuurlijk nooit. Dat weet je pas als je de data gesproken hebt. Maar zoals wij het stoffelijk overschot hebben... het stoffelijk overschot hebben aangetroffen... denken we inderdaad dat het een relationele moord is geweest. Mm. En wat we zeggen, het kan best ook een gebeuren in de prostitutiewereld zijn. Mm. Waar misschien een meisje is geweest wat gedwongen werd tot prostitutie. Niet heeft meegewerkt en op deze manier dus aan haar einde is gekomen. Enorm uit de hand gelopen. Ja. Ook uit de hand gelopen. Mm. Zou je nou kunnen zeggen dat er een tendens aan het ontstaan is... waarbij stoffelijke overschotten door de moordenaars onherkenbaar worden gemaakt, verminkt? En wordt het harder? Wordt er meer gedaan om de politie op een dwaalspoor te zetten? Of kan je dat niet zeggen? Nou, ik denk het wel. Vooral als je dus spreekt van de professionele moorden... dan zal het beslist zo zijn dus dat ze dit soort zaken gaan doen. Zij kijken uiteraard ook televisie. Zij zien ook dit soort programma's. Daarnaast is het zo dat bijvoorbeeld Discovery... En tegenwoordig ook Nederlandse zenders een heleboel onderzoeksmethodes aan het licht brengen zoals wij werken. En die worden ook gezien door criminelen en die zullen zich daar ook weer op gaan instellen. En dus dat dit soort zaken komen. Ja. Heeft u die ervaring ook, meneer Meijbel? Ja, je kan spreken van een wat dat betreft toenemende verharding. Zo'n zaak wat het Zwaanteam bijvoorbeeld had, waarbij zelfs de huid er is afgehaald... waar dan misschien littekens of tatoeages op zaten... Dat gaat toch heel erg ver. Ja, dat is heel erg absurd. Nee. Ik heb dat gelukkig ook zelf nooit meegemaakt. Nee, want daar zit je als politieman ook niet op te wachten, op zo'n zaak. Nee, duidelijk niet. Nee. Goed, nou, dank u wel heren voor uw komst naar de studio. Ik hoop dat u heel veel succes heeft bij het achterhalen van deze moeilijke vraag. Wie is het? Want daar gaat het om. We zitten zo meteen weer aan de telefoon en hopen dus nog gegevens binnen te krijgen door dit programma. Ja. We blijven het op de voet volgen. Dank u wel. Sorry. Hiermee zijn we aan het eind van onze uitzending gekomen. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan is ons programma vrijwel geheel gewijd aan een nieuw spraakmakend dossier. Verzorger Dirk W. zag op 21 november 1995 zijn ex-vrouw Thea van der Mast in Maassluis voor zijn ogen verdrinken. Justitie dacht aan kwade opzet en arresteerde Dirk W. wegens moord. Zowel de rechtbank in Rotterdam als het gerechtshof in Den Haag veroordeelde Dirk W. tot 12 jaar gevangenisstraf. Totdat de Hoge Raad vorig jaar het arrest vernietigde... omdat de raadsheren een getuigenverklaring afgelegd onder hypnose niet betrouwbaar vonden. Aanstaande maandag, na ruim 3 jaar, 3 verschillende rechtscolleges en 3 verschillende advocaten... doet nu het Hof in Amsterdam uitspraak over de vraag... vermoordde Dirk V. in koele bloede zijn voormalige echtgenote Thea van der Mast... of is hij slechts de ongewilde ooggetuige van haar noodlottige dood? Volgende week donderdag ziet u bij ons het complete dossier. Ja, dat wordt uitermate spannend. Want wordt het opnieuw een lange vrijheidsstraf of vrijspraak voor Dirk V? Nou, volgende week ziet u hoe het afloopt. Kijkt u dan weer, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan.